Ongeveer de helft van alle katten is bang voor harde geluiden. Vuurwerk in december zorgt voor veel stress bij huisdieren. Deze stress uit zich op verschillende manieren. Sommigen gaan hard blaffen of miauwen, vernielen spullen in hun leefomgeving of verwonden zichzelf. Anderen kruipen weg in een hoekje en proberen zich te verbergen. Dergelijke stress is een ernstige aantasting van het welzijn van een huisdier. Het is belangrijk om katten en honden met vuurwerkstress een veilige plek te bieden. Liefst waar de geluiden en lichtimpulsen zo min mogelijk doordringen. Laat ze vooral niet naar buiten. Probeer de knallen enigszins te overstemmen, bijvoorbeeld door de radio aan te zetten. Negeer het gedrag van je huisdier. Troosten of bestraffen werkt averechts. Er zijn middelen verkrijgbaar via de dierenarts die de stressreactie van een hond of kat verminderen. Sommige daarvan zijn op natuurlijke basis. Door honden en katten geleidelijk te laten wennen aan harde geluiden kan de stress verminderen. Leid ze af met een speeltje of iets lekkers. Laat dan een geluid horen waar ze normaal bang voor zijn. Eerst kort en zacht en als het goed gaat geleidelijk harder en langer. Deze desensibilisatietraining kan wel enige maanden in beslag nemen. Er zijn speciale vuurwerk-cd's op de markt waarmee deze training thuis is uit te voeren. In ernstige gevallen kan een gedragstherapeut soms uitkomst bieden. Het is belangrijk om op tijd te starten met een dergelijke training. Bij ernstige vuurwerkstress is het raadzaam om ruim voor de feestdagen langs de dierenarts te gaan. Er zijn verschillende middelen in de handel die de stressreactie van hond of kat verminderen. Een stressreducerend product kan ook een positief effect hebben tijdens de desensibilisatietraining.